Ik overwoog al langere tijd om borstvergroting te doen. En ik had al via internet een beetje gekeken naar verschillende klinieken. En kwam zo via kliniekervaringen.nl bij Blooming Plastische Chirurgie terecht. Dr. Klaske Boy was degene die mij het meest aansprak. Ja, wat voor kutmaat heb je? Het verschilt aan mijn gewicht. Soms A, soms een kleine B. Maar over het algemeen een A. Ik zou heel graag naar een cup C willen. Wil je een hele natuurlijke borst? Of wil je dat je borst er natuurlijk uitziet? Of wil je juist vrij veel volume aan de bovenkant? Het moet een beetje tussenin zitten. Want het moet natuurlijk wel natuurlijk uitzien. Alleen, ik zou wel graag een mooi décolleté willen. Ja. Dus een beetje balans daarin. Ja. Eigenlijk is het handigste om zo meteen eerst even te gaan kijken samen en even een aantal dingen te meten. Dan gaan we passen met pasprotheses. Dat zijn voorgevormde protheses. Mm-hmm. Die hebben niet dezelfde vorm eigenlijk als de prothese die uiteindelijk geplaatst wordt. Maar die kunnen je wel een goed idee geven van het volume wat jij mooi bij jezelf kunt passen. Dat is wel een goede indicatie hoe het echt gaat worden. Ja. Okay. Ik vind deze eigenlijk al best wel mooi en bij me passen. Ik zou ook niet per se veel groter willen, omdat... Ja, ik ben heel bewegelijk fysiek en veel aan het sporten, dus het moet me ook niet dwars gaan zitten. Ja. Dus volume hier en aan de zijkant, dit is eigenlijk precies wat ik wil. Wat in ieder geval belangrijk is om te kijken naar de breedte van de borst. Want je wil in ieder geval een mooi décolleté, dus ja. Het is belangrijk dat je een prothese kiest die daarvoor breed genoeg is, zodat dat goed opgevuld wordt. Vervolgens moeten we ook bepalen van waar we de prothese gaan plaatsen, of dat voor of achter de borstspier is. Ja. Omdat je veel fysiek eigenlijk bezig bent, ook voor je werk en je sport veel, kan het handig zijn om hem dan voor de borstspier te plaatsen, zodat je er minder last van hebt als je je borstspier gebruikt tijdens het bewegen. Daar moet je wel een goede huidbedekking voor hebben en dat heb jij gelukkig. Oh, gelukkig. Dus dan zouden we in ieder geval de prothese ook voor de borstspier kunnen plaatsen. Dat is fijn. Op de dag van de operatie zal ik eerst een aantal markeringspunten aftekenen. Dan bepaal ik ook waar het litteken moet komen. Die moet in de nieuwe plooi onder de borst gaan vallen, zodat deze zo min mogelijk zichtbaar is na de operatie. En de plaats van dat litteken, dat hangt af van de patiënt, dus van jou, en van de dimensies van de prothese. Op het moment dat je de operatiekamer in komt, is het natuurlijk best wel spannend. Want je ziet van alles gebeuren, iedereen heeft blauw aan, maar iedereen is eigenlijk zo relaxed. En de anesthesiemensen stelden me gelijk gerust. Toen ik in de narcose ging, maar ook toen ik weer eruit kwam, het was gelijk, hello, is het? En dat was zo fijn, dat ik heb daar echt een hele goede ervaring mee gehad. Dus het was allemaal veel minder spannend dan dat ik had gedacht dat het zou zijn. Waardoor ik eigenlijk heel relaxed de operatie in en uit kwam. Leuke dromen gehad. Vervolgens maak ik tijdens de operatie op die plek een incisie in de huid en dan creëer ik een vlak, in dit geval bij jou onder de borstkier, zodat er ruimte wordt gemaakt voor de prothese. De holte en de prothese worden gespoeld met een desinfecterende oplossing en hiermee wordt ook de huid nogmaals gedesinfecteerd. Dan wissel ik mijn handschoenen en breng de prothese in via een inbrenghuls, een zogenaamde sleeve, zodat er zo min mogelijk contact is tussen de huid en de prothese. De prothese wordt geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier en ook in het landelijk registratiesysteem voor protheses, zodat altijd achteraf ook nog weer te achterhalen is bij wie welke prothese is geplaatst. Vervolgens wordt de ligging van de prothese gecontroleerd en wordt de huid gesloten met oplosbare hechtingen. Omdat je niet een hele grote prothese hebt gekozen en we gebruik kunnen maken van een sleeve om de prothese in te brengen, kunnen we de incisie zo klein mogelijk houden. Mooi natuurlijk resultaat. Ik denk inderdaad dat het volume van de prothese goed bij jou past. Kijken samen even naar de littekens. Die zien er rustig uit. Ze zijn ietsje rood nog. Dat zal nog bij trekken. Het heeft gewoon nog even tijd nodig om uit te rijpen. Over het algemeen zie je dat het er na 3 maanden alweer beter uit. En na een jaar zijn ze echt gewoon helemaal uitgerijpt. Oké. Ja.
was heel goed, ben tevreden. Ik ook. Ja. Hoe gaat het nu verder? Je bent nu 4 weken na de operatie. Ja. Je hebt heel rustig aangedaan qua werken, omdat je natuurlijk heel actief werk doet. Ja. Je mag nu in week 5 en 6 mag je activiteiten uitbreiden. En vanaf 6 weken mag je echt alles weer ook weer zwaar tillen. Okay. We maken nog 2 keer een controleafspraak. 1 controle na 3 maanden, omdat je dan vrij goed kan inschatten hoe de borstvorm zal worden. En dan nog 1 keer na 1 jaar, omdat dan het echte eindresultaat bereikt is.